Hey, the cash didn't commit murder. You just want to get a closer look. You just want to get a closer look. You're the skank and Dr. Sex, man. My baby was with the fan. Bonagoon. Dr. Sex, dat, man. Dat draag ik. Ja, dat kan ik dragen. De chain is accurate, though. De chain is accurate. En de watch, de bandjes, damn. Damn. What the fuck, dat kan ik dragen. Ja, dat klopt. Dat op alleen geen doen. Korte mouwen. Ja, oké, okay, ja. Leuke is, zeg maar, ieder Hawaii shirt had ik zeg maar gekocht omdat die me iets losser zaten. Maar nu zelfs mijn Hawaii t-shirts zitten strak. I love it. Bij mij is het de Hawaii shirt zo los, jongen. Het is gewoon, qua dit is gewoon letterlijk mijn armen en gewoon een pijp naar onder. Gewoon, er zit geen ene bobbel in ofzo, of geen één dat naar binnen gaat. Het is gewoon een rechte lijn naar onder. Het is echt zo'n dead ass, gewoon een rechte lijn naar onder. Ik kreeg in één keer fuck. Wow. Ik kreeg in één keer Boeddha. Magic Mike. Gewoon niet deze broeder, gewoon Boeddha. Magic Mike. Boeddha. Dat ik deze had doorgestuurd. Oh. Ik stuur hem je door. Dit is vind ik wel een van de mooiste video's die ik tot nu toe heb. Het is gewoon collective of random shit. Snap. I like it. Can you read? It says I can't read. You don't have to be ashamed. Ik kan het nu zo goed eigenlijk. Holy shit. What? Magic. Snap. Magic. Ik heb er waren geen klanten, zo like. Vandaag was pure bullshit. No customers. Ik kijk daar al, we zitten nu in een game. Corrupt alert. Oeh, do we hier. Nemi! Prestige, oh jongens, er is een prestige Nemi. Jongens, niet als ik hier met mijn fucking nee Dylan. De nee jongen. Waarom is hier geen pallet? Zoveel hè, voor dit team. Boah, jij bent snel. De man had. Oké, ik ben er. Ik neem de protectie erop. Ik neem niet de protectie erop. En here I go. Oh. Wat is dit voor een beeld? Welke beeld heb ik nu aangezet? Dit is niet mijn Metal of Man beeld. Ik hoef geen protectie. Fuck off. Oké. Ik hoef jouw filthy ass healthy body nog. Ik die wil hem wel. Oh, hij komt terug. Help. Jongens. You're flying. Jongens, help. Jongens, help. Ik word getunneld. Niet. Damn.
Nu, ja, moet weten dat ik geen decisive heb gehad 10 minuten. Oh nee. Hey, dit is niet de bedoeling, dit is niet de bedoeling, dit is niet de bedoeling. What the f- Dat hit hij. Man hit door de muur. Oh lord, je wordt zwaar gedurfd. Ja, I know. Oh, for fuck's sake. Je bent te goed voor deze wereld. Nou. You think I even care? Oh, en nu gaat hij voor mij. Oh fam, he's going for you, mate. Oh lord. Nou, let's stop het kroutje. En get your ass. Wederom, dit is een killer die mijn build volledig kan counteren. Verdiend. Wat heeft dat persoon nou weer gedaan? Je hebt gefarmd. Oh ja, nee, oké, verdiend. Ik kan dat ook niet redden hoor. Niet omdat ik ook een keuze heb. Dylan. Boah, ik heb die een keuze. Uh-oh. Boner. Hey, yo. Hey! We do be wanting your ass. Ik kom er letterlijk pas naar achter. Ik heb zelf keer in mijn beeld. Ook in Dylan nu. Nou, nu ben ik wel. Als we hier om de hoek staan. You won't suspect the thing. Nee, je mag niet voorbij. Fuck. Wil je die insidious hebben? Nah. Doe zo de set ook. Oeh, die set. Oké, ja, ik zie je later. Zambi. Nice. Waarom lokken we ook beide zombies hier naartoe? Hebben we notificatie gemaakt? Nee, shut up! We zijn gewoon knap, we zijn gewoon een very... Oh, mijn... De passive pressure die Nemesis heeft, hè. Oh, nee, no worries. Deze zombies blijven wel denk ik wel even haken, no worries. Ja, nice. Dylan maakt die Jen verder. Ik hou ze bezig! Nee. Oh, ho! Hey yo, ik heb je twee klanten voor het staan. Kun je even komen helpen? Begint hier heel druk te worden. Wacht, aan de kant. Aan de kant, jongens. Ja, ik ben de manager, wat is er? Het you want? Dylan, minimaal dat zeg maar... Oh, bij een managertje aan het spelen zijn... zijn hun dood aan het gaan. Don't care. Oh, Max Doobie camping. Damn. Wat zijn we weer toch zo'n goede teammate, hè? Echt, what the fuck. Oh! Save the best for last. Oh, shoot! Nee. Hij komt voor mij. Let's go pallet build. Nee, richting het einde zie je altijd goed voor clutch. Dat klopt.
Nee! Go find spellet, boy! Go find spellet. Go find spellet, zegt hij nog. Waar? Weg, mij dan! Speed boost! Ik wil hem hebben! De pallet hier is al kom! Speed boost! De pallet daar is ook al weg! Dylan, wat heb je mij aangedaan? Jongens, ik word getunneld. Help, jongens, jij bent nog... Jij... De mijn! Mijnke! Kijk, ik zie... Oh, ik dacht dat jij iets aan het verhalen was, maar dat jij niet ook iets kerrit was. Maar je was bij mij niet meer rood, maar geel. Oh, zo mooi. Ik dacht, jij valt niet, zo gaat het goed streden. Doe. Ik zag jou wel. Jij helpt mij. Dat was geen telradius, dat was de... Lord the speed. Leid eraf. Goed zo. Useful perk. I'm telling you, useful. Use... Nee, wat? Welke perk? Ik heb net mezelf gezegd. Fuck is jouw beeld? Dit is de pelletbeeld, maar uiteindelijk... Met zelfcare. Je moet jezelf toch healen. In het ondertussen was je een beetje met perks veranderen. Nee. Daar over een week is nu het set er al uit, hè? Yo. Niemand zegt mij dat echter. Ja, graag gedaan. Nu kun je bloepen en gaan opsparen. Oh, ik heb er al 600. Oh, zoveel werk is er dan niet meer. Maar de tunnel van deze guy was een real, hoor. Er is één mogelijkheid om nu nog te winnen. Als eerste down gaan bij een pallet. Listen. Dit is outplaying. Go, dat is echt een bitch. Oh nee, laat maar. Is gezien. Ik wil eerst een nokkie gaan. Maar dat priest op welke pijl hopelijk, dat is niet goed. Ja! I'm giving you my everything. Oké, dan niet. Ga terug naar de kladet, doe het. Nee! Why are you like this? Nemesis. Je moeder. Oh wacht, moet ik niet in leven blijven voor? Nee. Voilà. Ik hoop dat je animatie heel snel is. Oh ja, hij is ook. 1, 2. En daar heb je met die goed bij. El Bojo. Bleed up, patch, and keep moving naar de volgende game. Volgende ronde. This is attempt number 5 at me just trying to get a glass roof. This has already been opened? Look, it's open. This is attempt number 5. Classic of magic. A bottle and a... Want a break from the ads? If you tell only the N-word that we drop on a negative comments affect me horribly. De volgende morgen is Rob naar vroeg wakker. Het eerste waar hij aan denkt is poes. De volgende week op bestaat aan mijn payasan. Johnny Depp heeft gewonnen! Yeah, I know. You
$15 million. Oh, damn. Yes, yes, yes! Oké, ik ben echt genuinely fucking blij. Yes. He won. Hey, dat is mijn wekker. Zo word ik ook elke ochtend wakker. Ja, ik wil een nieuwe ringtoon hebben. Kijk, hoor mij wakker worden dan met. Ben je net wakker geworden toevallig? Dit is mijn wekker. Ben je toevallig net wakker geworden? Ik word al wekker. Weet ik, maar ik heb hem gewoon aanstaan. Ben je net wakker geworden? Ik ben net wakker geworden. Ben je net wakker geworden? Goedemorgen. Goedemorgen jongens, ik heb net lekker ontbeten, jongen. Lekker. Ja, kom met je noedels. Kom met je noedels. Met kip. Met kip. Was wel lekker. Ja man, kom met je noedels als ontbijt. Ja, was wel lekker. Fucking Aziat. Oh, ting tong ping pong, xing xing. Shamalama ding dong. Waar staat hij? Ja, ik heb het gevonden. Ik heb mijn ringtoon gevonden. Sex drunk, kook in mijn hoes. Sex drunk, bitches, oh. Ik wil bij kook in mijn hoes. Oh. Ja. Hey, Sweet Child of Mine, die heb ik ook. En dat was ringtoon. Oh, ik heb dan de... Ja, ik wil dit hebben. Oh, dat is de beste. Ik heb de... We hebben gewoon matching ringtone, doe. Dat zou best cool zijn. Van de... Po! Yes! Of ik word zo wakker. Zo wordt ze wel wakker. nee, dank u. Ik heb ook deze. Nee, niet die. Niet doen. Ik heb ook deze. Die is wel leuk. Maar nee. Nee, ik hou het met Every Day I Wake Up. Sad noises. Don't be sad. Hij heet gewoon wel close to home, hoor. Ik ben heel erg met dat. Wat is dit? Ik moet wachten op de melding, dit zal doorgerold. Ik heb ook deze. Dit kan ook eens lekker gebruiken. Dat is episch. Maar is er een ander nummer wat ik dan gewoon keihard als... Nee, wat is het? Ja, kan ik dit als ringtoon? Wacht. Dit is een ringtoon! No way! Wat doen? Ik kon niet opstaan. Zou dit een ringtoon zijn? Dat nummer. Ja, ik vind het wel wat hebben. Ik vind het ook wat hebben, maar het moet het wel een leuke meme bij zijn. Anders vind ik, als ja. Ik het zeg, zo normaal, als ik het zo normaal zou horen, zou ik echt irritant vinden. Klopt, is het ook. Broken van Roses, Sweet Child of Mine is gewoon een vibe. Die gitaar. Mm-hmm. Ik moet zeg maar wachten tot dat mijn ringtoon is veranderd. Want like, zeg maar na bijna 2 jaar, als ik word gebeld, gerikrold te worden. Maar... Nah. I'm tired of it, grandma. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. I'm tired of this, grandpa. Ik heb gewoon gekke jazz. Stel in een standaard beltoon. Ja, zei die. Kate, jouw naam is redelijk. Joris, wie is mijn obsessie?
I do not know. It's Daddy Enjoyer. Daddy Enjoyer. Waar is Spitshot? Wacht eens even. Ze gaat in iemand van ons krabben. Nee, zo dacht ze daar fucking McTroom is aan. En raad eens waar die naartoe gaat. Niet non, zoek ik. Bijna! Oeh, goodbye! Oeh, fuck, she's hot. Hier ligt een random pallet op de grond. Nee, zonde. Daddy Enjoyer! No, oh, how can you enjoy Daddy now? We moeten de channel midden maken, dan hebben we gewonnen. Daar heb je gelijk in. Hallo. Great minds combined. Big vibe. Oh, let's go! La 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 la. Wat je gaat voor mij? Het gaat niet meer voor mij. Ze heeft nurses. Oh, in drie nou, mag ik. Dylan, help me hier bij de pallet. Oh, het is niet eens nodig. Mine! Great! Yet again, you're going to fail. Another pallet. Okay. Oh no, another pallet. Yet again, you're going to fail. Dan maar, zit wel goed. Oké. Ja, ik zit goed. Later, Bozo. Laten we nog alle gens doen. Ja. Ja, die ja, ik ga maar gens doen. Die zitten wel goed. Oh lord! Zo, ik moest even T-Bag. Ik moest je T-Bag op opvoelen. Oh, zie dat, dat lijkt dat. Dat vond ze niet leuk. Ik lig hier! dat weten we. Ik lig hier, hallo! Oh, ze komt naar jou toe, ze komt naar jou toe, no worries. Ja, beter, dan kan ik er fijn doen. Oh, dan kan... Laat maar zitten. Nee, Dylan, nee, Dylan. Nurs, die T-Bag heeft er echt pijn gedaan. Oké, ja, ze komt naar jou toe nu. Oh ja, nee, maar nu zijn die teammates juist. Nee, fuck off, je hoeft dat niet te doen. Oké, dan niet. Oké, nice, ik ben dus blijkbaar van de grond afgehaald en ja. Nice. Dit wordt leuk, sloppy butcher en selfcare. Dylan, schrijf me maar af voor het komende minuutje van de match. Ik hoor je. Ik deed dat de skilltje fout. Wacht, dit is mooi. Hallo. Hallo. Pelletto. Ik ga zo slapen, ja, noem maar dus. Ik heb ook nu alleen een beetje druk. Wat is het? Ren maar. Oh ja, ik ga het proberen. Rustig. Je rent maar volledig weg. Oh, she came in with the archeo. Nee, McThomas, nee. Ik wil er gewoon één keer pijn doen. Is dat zo veel? Waarom ben ik in die Nokia gehad dan daarvoor? Waarom ben ik dan voor Nokia hiervoor? Eén keer wil ik haar pijn doen en kijk wat ik ervan krijg. Oeh, ze gaat voor mij. Ik ga mijn pallet liggen. Het is een andere sketch, maar ik fucking can't. I fucking can't, ik lig weer bij een pallet. Oh, maar deze keer pak ze op. Hey! Oh, het is basement time, fuck. Fuck, sorry, fuck! Dit is dan weer echt... Help, 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 help
Let me go! No! Damn, de injured guy gaat de basement in. Respect. Ja, ik zal het ook al. Respect. You know, injured guys have to help each other out. Dankjewel, Mac Thomas. Wat doet Katie? Hoe moest je wel niet zijn? Als je zeg maar Ash kwam uit en je gaat de hele dag voor Ash spelen, hè, om te grinden. Ja, de hele dag naar oude mannen kreunen luisteren. Alle oude mannen die kreunen. Dit is heel raar. Wauw, thanks Mike Thomas! Ja, maar waarom is je zijn kijk gebrand hoor? Wat is er met de kijk aan de hand? Dus jongens, kom hier wakker. Down. Nee, weet je wanneer komt multiverse uit? Vrij laat 2022. Oh. Want blijkbaar is het een serieus geteased. Johnny Bravo komt er dus wel in. Ja, Johnny Bravo, ja. Hij is fucking cool. Maar zei je, een buffer guy is niet nodig als je Tom en Jerry hebt. Ja, I know. Maar je hebt ook Bugs Bunny. Ik wil sowieso Bugs Bunny of Tom en Jerry spelen. Ja, Bugs Bunny lijkt me ook funny. Maar Johnny Bravo, doe. Mag ik echt eerlijk met je zijn? Weet je wie ik echt graag wil hebben? Nee, of degene die ik graag wil spelen, die ik nu weet dat die er zijn. Ik denk Shaggy. Of heel graag genoeg Finn. Booga booga man. Oh, ze komt dat heel aan. Hey! Ik zit hier in de hoek te rennen. Ik, I'm living just my life. I'm just living my life. Ik ben goed dat je echt loopt maken langs een chase. Gaat die op mij? Nou, staat er met. Oh mijn god, ik heb één keer jeuken. En dan gaat de skill check. Ja, raad eens waar ze naartoe komt. Waar ben je, jongens? Bij een pallet. Kom maar aan. En ze is alweer weg. She knows. Oh, infectious! Daarom weet je dus wanneer ze me moet oppakken of niet. Oeh, dat is een probleem. Waar leven we überhaupt? Qua TDS, ik weet niet waar we waar zijn. Oh, ik zie jou. Top en dance. Ik zie de Kate. Oh, Jezus. Jeetje mina. Joh. Parental guidance telt niet. Waarom activeert hij niet? Hij activeerde niet, Dylan. Dylan, ben je in de buurt? Deels, laat me mezelf eens even healen. Ja? Wat? Zometeen. Hallo. Oké. Oh. Yeah! Oh, dit is een window. Oeh. Oké. Okay. Hoe laat is het dan? Moet ik echt even kijken wanneer ik. Oké. Okay. Ik weet hoe laat ik ben opstaan. Ik weet ook hoe laat ik al. Maar ik ben morgen wel. In protection it. Nou, jongens. Ja, sorry, ik weet hoe laat. Deze nurse is goed. Wie dit doet, kan bij een fucking pallet. Ah,
Oh, zo. Ja, oké. Ik heb meegeholpen. Yes. Dit op zoek naar mij. Dit is mij verloren. Heb je een pallet? Ja. Lobby. Maar geen nurse. Nou, wat kan dat probleempje zijn, ja? Ja, want iedereen is aan de andere kant van de map en ik lig hier zeg maar stervende! Ja, maar als ze je oppakt. Terwijl ze bij ons is. Waarom gaat er een notificatie af? Waarom zie ik een notificatie? Waarom zie ik een notificatie? Oké, dat is een leuke glitch. Ik zie letterlijk een notificatie. Wat de killers hebben. Joris, het feit dat jij langer op die grond ligt dan dat je überhaupt op een haak bent geweest, vind ik heel grappig. Mm-hmm. Ja, kom maar goed. Oké, ik vind het niet oké. Ja. Kom. Hallo. Ja. Hallo. Leuk dat jullie het nu weten. Top. Dat is pijn. Useless sack of Yankee, denk je die zo'n site. Wat een lekker. Een lekker wat willen. Useless sack of Yankee Dankie Doodle Sai. Oh, die is van mij. Oeh, dat is mijn potje oplader. Leg die hulps aan, want die wilde ik eigenlijk altijd op mijn camera houden, maar ik heb ook geen idee hoe die in één keer hier komt. Die heb ik wel een keer twee keer kwijtgeraakt, dat ook mooi niet kon gebruiken in de sportschool. En daar maak ik geen stress. Dat was inderdaad heel kut. En is echt wel stressvol. Of dan zet je in de bus naar huis en dan gaan je oren opeens uit. Ik Thomas deed wel heel stoer met dat de size zit, maar ze moet eerst met me. Hallo. Ja, die Emperor mag wel een leuk tussen. Jezus, lekker hoor. Nee, ik ben by the way met een jump in zit hier bijna. Halverwege is. Bijna halverwege. Ja. Goed zo. Hele partie. Yes! Doe het alleen deze kills. Nee, weet je wat? Nee, wanneer ik dat zeg, gaat dat fout. Ik deel het skill check. Ik denk dat deze nurse no heb heeft. Ja. Wil je erachter komen? Nee. Je best. Hé, nog een werkende MacBook. Oké, McThomas is de gate op het maken. Wie gaat voor de safe? In ieder geval, zij gaat voor mij. De killer. Als je Nokia gaat. Of, ik moest stil even zijn, wie weet wel. Langs pallet. Maar dat is al. Wat zo langs pallet? Ik kom al naar de gate, ik ben er al. Oh. Dan ben je niet op mij, nergens. Oké, ik test wel even uit of zij. Oh. Nee, no worries. Ze maakt een 360 toen dat ze me hitte, no worries. Thomas, wat doe jij hier? Ik vind het wel leuk om Johnny Depp opruit te maken op de beater. Op de hele carrière. En berucht, die is trial en slapper. Nurs, dat ga je me niet menen. Ik loop deadass naar jou toe en je blinkt omheen. Je zult eruit doen te krijgen, ik ga gewoon escapen. Ja, je moet krijgen niet meer. Thomas gaat moeilijk doen. Ja.
Oké. Ik heb geen blad waarde onder de scan. Thomas gaat overleven, zeker ook dat al. Ik ga geen bladwaarden riskeren. Boom, ik vind het wel eigenlijk echt hilarisch. Johnny Depp, zijn hele carrière is gefuckt. Puur alleen omdat dat één artikel is gezet. Nu blijkt het dus juist andersom te zijn. En we mag nog steeds aan Aquaman 2 spelen. Ja, echt hè? Leuk, toevallig. Nee, ik ben heel blij voor Johnny dat hij gewonnen heeft. Dan nog steeds de advocaat van Amber Heard was ook niet echt de beste. Bro, dat was vreselijk. Man stelde vragen, of man ging ergens op in, echt gewoon 2 seconden nadat hij zelf een vraag stelde. Op Jackson, Joranar. Dat is like, what the fuck. Like, my guy, wil jij niet viben? Oh ja, we hebben trouwens wat leuks, weten jongens. Iemand heeft zo'n popularity poll, zodat ze zo kan stemmen, mm-hmm. Heeft op gedaan van, joh, kunnen we DVD of Stranger Things terugkrijgen in DVD als license? Binnen de eerste uur zijn er echt al 5000 mensen die ja op zeggen. die dat ja willen. Maar welke wat willen ze? Stranger Things, de license weer terug in DVD. Oh, zo. Ja, dat is nog mogelijk. Maar ik wil babysitter terug hebben. Ik wil niet Guardian babysitter. Nice, ik zie in één keer overal Johnny Depp in de rechtszaak. Fuck yes. Ik ook. Waar heb je dat hij heeft gewonnen? I love this. Oh, maar ik ben nu offline, doe. Yes, same. Ik heb bijna dit weekend ben ik ook wederom weer bijna niet online. I'm sorry. Waarom? Maar... we chillen ook weinig, ja, samen. We moeten weet ik weer maar... samen chillen. Weet je wat de hele ding is? De school is nu aan het naaien. Examen. Volleybal. Oh ja, met volleybal. Leuk ding. Ik blijf dus, zeg maar, alleen trainen. Ik blijf dus weer een team trainen. Van dames team, ja. Dus ik blijf weer trainen. Alleen, ja. Ja, verandert voor mij verandert helemaal niks. Ik train nog steeds dames 3 en ben nog steeds heren 2 spelen. Dus voor de rest helemaal niks veranderd. Eens wat is dat... Ik had eigenlijk... Ik geef Janine gelukkig niet training dit jaar. Dat wordt wel heel awkward. Maar... Ja. Dat is het. Ja. Ja, het is gewoon heel wat. Maar we moeten nog een keer gaan chillen samen. Ja. En dan niet met de boys of zo, met de coaches of zo, want dan nee. Zeggen die kom King en dan gaan ze op hun telefoon zitten, maar gewoon een keer samen. Yeah. Dan hadden we toen we naar de bios gingen, hè, was dat ook zo. Oh ja, wanneer, want hoe was de film? De film was leuk. Hm. Was graag nog wel een funny film. En maar daarna gingen we nog even naar de King. En gelukkig waren Kals en Hugo, dus we hadden nog een beetje gezellig gedaan en al. Mm. Maar we zeggen van nee, om bij hem die meegingen, die zaten daar gewoon een beetje op de telefoon, een beetje TikTok te kijken. Telefoon? Ja, ik vind er wel mee van de laatste keer dat ze meegingen, deden ze dat niet. Nee, dat weer, ja. Maar soms al een verveelde zich een beetje. Ja, nee, klopt. Hun zijn dan gewoon, je hebt types die dat doen, en jammer, dat vinden ze gewoon niet de type. Ja, ze zijn wel meegegaan naar het bevrijdingsfestival. Ja, ik, to be fair, festivals heb ik echt niks mee. Vind ik echt niks ik aan. Vind het, ik ben ook naar dat ene bevrijdingsfestival gegaan, ik ben alleen gegaan omdat andere mensen gingen, maar zelf, voor de muziek ga ik niet. Ik vind het ook echt fucking grappig. Ik vind het echt fucking grappig. Ik ga zeggen, ik zit dus met een gesprek met een paar mensen en ik ben zo van, we gaan even niet naar het bevrijdingsfestival. En zei, Dylan, was je er ook? Nee, ik heb niet echt met festival, zei ik toen. Wat? Hoezo? Waarom niet? Like we moeten echt een keer samen gaan, zeiden ze toen. Ja, het was een groep, was samen met een groep meiden natuurlijk. Van, we moeten een keer samen gaan. Ik zeg, ja, het kan wel, maar ik ga naar huis dat ik daar niet erop op mijn gemak zit. Ja, hoezo vind je een festival niet leuk? Ja, het is gewoon, ik zeg, het is gewoon kutmuziek. Het is gewoon echt kutmuziek. En iedereen weet wel, iedereen gaat je daar toch half een naald in je spuit als je alleen zit. Kijk, festivals, no. Café slash kroeg.
Ja. Debatable. Debatable. Weet je wat ding is? Daar kun je verzoekjes aanvragen. En daar is de muziek gewoon veel gezelliger. Ja, kijk, een kroeg of café vind ik... Mij lijkt een kroeg of café wel leuk. Alleen een kroeg of café in Rommelsplein? Nee. Oh ja, kut. Oké, ik ga... Of überhaupt, ik wil even elke... Zeg, als we nou een keer zouden zeggen, kom, we gaan naar een kroeg of café in Weert of ergens anders. Zo, bij mij in het dorp hebben we ook wel kroegjes, die zijn ook wel leuk. Zo, daar is het niet heel druk, maar dat is wel heel gezellig. Zeg, in Roermond, dit is wel bij de King of zo. Ik heb er helemaal niks met de King, want letterlijk die plek is zo tering druk in de avond. Dat ze gewoon niet eens... Als je letterlijk één iemand kwijt bent, dan zit je daar met een hele nieuwe vriendengroep, kom je thuis. Oh, de Roermond? Ja. Ja, dat valt wel mee. Ik ben wel eens een keer met random mensen meegegaan. Maar dat doe ik nooit meer. Ik vind kroegen in Roermond zo'n... Dus ik heb het echt kut. Ik ga altijd met een groep bekenden, hè. Onthoud dat. Ik ga altijd met een hele grote groep bekenden. Ja, oké. Okay, want zeg maar, de volleybalclubs. Iedereen gaat op hetzelfde moment. En dan kom je heel veel bekenden tegen. Ja, oké. Okay, en ik kan nu ook vaker met Janine, dus... Als je het zoals, qua, kijk, als je zou zeggen, man, kom, maar kan ik naar de kroeg in, dan noem, in heel. Nee, niet in heel. Nee, nee, daar niet. Alles blijft aan de andere kant van de Maas. Niemand gaat naar deze kant komen, tenzij we een keer op Horen gaan beachen en iedereen komt naar mij thuis waarschijnlijk. En Weert. Oh, daar hebben we wel leuke kroegjes. Op mijn dorp is ook eigenlijk een fucking leuk kroegje, dus dat... Pool dingen, het is gewoon een pooltafelzone daar. I'm not gonna lie, ik was laatst in Nederweerdeind met de rijles. Ik dacht, ga ik nou jou ophalen? Ga ik nou jou ophalen? Oh, maar toen was zo van nee. Het zou erg episch zijn. Ja. Wanneer was dat? Laat ik deze dinsdag. Oh shit, ik had deze maandag rijles. Bro, dit was echt grappig, ja, met rijles. Ik zit daar dus, ik ben klaar met rijles, ik zit daar als een baaksum. Ben ik zo daar voor, sta ik daar dus zo voor een huis. En die jongen komt derde als een kwartier nadat ik klaar zou zijn. En een kwartier dat hij ook moet, komt hij aan. Ja, sorry, ik was de tijd vergeten. Minimaal ik die tering nodig moet pissen. Oh, een half uur. Ik zit daar gewoon zo te fucking janken. Oh. Ja, dat was echt niet leuk, dat was echt niet leuk. Dan zit je ook achterin en dan heb je een hele hobbelige weg, want ja, de weg naar beneden, het einde is fucking gewoon verlaten bijna, boven een paar tractors. En die zitten zo heel hobbelig, dus ik zit daar gewoon blauw fucking balmassage te krijgen, joh. Oh.